Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fortnite video. Vandaag ga ik een challenge doen, net zo lang Fortnite spelen totdat ik win. Deze challenge was achtergelaten door een van de kijkers in de reacties. Net zoals deze challenge, dat ik het water niet mag aanraken. En die ga ik nog een andere keer doen. Voordat ik ga beginnen, eerst even een korte melding. Ik ga elke 2 dagen een kijker giften in de itemshop. Hoe kun jij nou meedoen? Laat jouw Epic Games naam achter in de reacties en abonneer op mijn YouTube kanaal. Wil je meer kans maken, gebruik dan mijn support creator code PelleGaming in de itemshop. Heb je Instagram, maak dan even snel een fotootje dat je mijn code gebruikt en misschien kom je wel in de volgende video. Heb jij nog een leuke challenge die ik de volgende keer kan doen? Laat het zeker even achter in de reacties. Like ook de challenges in de reacties die jou leuk lijken. Druk ook nog even op dat duimpje omhoog en laten we samen de 1500 likes halen op deze video. Maar dat gaat jullie natuurlijk makkelijk lukken. Dit was dan de melding, veel plezier met kijken. Oké, jongens, daar gaan we dan. Net zo lang spelen totdat ik een potje win. Ik zat over na te denken om dit op mijn tweede account te doen. Dan ben ik 880 punten. Mijn begintactiek is om mijn catty corner te landen. De grap is, hier landt iedereen. Dus laat ik gewoon het eerste potje gewoon even lekker voor kills halen. En hopelijk wordt dit mijn eerste potje die ik ga winnen. Dat zal leuk zijn. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mensen, maar 9. De rest gaat naar Lazy. En ik denk niet dat er heel veel gaan naar Catty Corner. Dus wat we gaan doen. Dus wij gaan ons meteen omkleden. Hakken wij even wat dingetjes. Even beneden checken of hier niemand zit. Want dat kan gevaarlijk zijn. Hier is niemand geland. Oké, top. Volgens mij landen er echt net heel veel mensen. Maar toch niet. Toch helemaal niet. Helemaal mooi. Kijk hoor, die doen we daar. En iemand is daar dood gegaan. Oké, daar zit dus iemand op de berg. Daar moet ik rekening mee houden, want ik ga deze kist nu pakken. We geven die big shot. Perfect, perfect. En die assault rifle is ook perfect. Ik trouw het niet. Oké, dan gaan we nu het kistje onder ons pakken. En die gaan we pakken, ja. Oké, we moeten sowieso even die shot kunnen even fixen. Van de meneer Kitty. Mevrouw Kitty. Mevrouw meneer Kit. Okay, top. Big shot kan wel. Ik ben vooral aan het focussen op de gameplay, want ik wil niet hier een te lange opname van maken. Want het kan zomaar zijn dat ik hier 5 heb een beetje. Net zo lang spelen totdat ik heb sowieso geen robot. Dacht het even niet. Dat is skill number 1. Oké, maar had je ook loot? Dat is een beetje de vraag. Nee. Een shotgun en een motje. Volgens mij zag ik nog wel een guy op de berg. Op dat ding. Maar niks uit. We negeren hem eventjes. Want we hebben loot nodig. Hé, hey, meneertje Kit is boven. Kijk, dat stoppen. Die kunnen we meteen even aanpakken. Die moeten we meenemen. Kom, werk nou. Werk. Dit ding werkt niet. Zo. Ik vertrouw er niks van. Zo. Nee. Ik ben friendly. Friendly. Gaat hij nou weg? Het zou wel top zijn. En rammen. Goed. Oké, dat is een hele chille shotgun. Ik hoor die plus sowieso hebben. Ik hoor wel iemand boven. Ja, ik denk dat toch even boven eerst moeten gaan pushen voordat ze weer gaan komen. Ik heb nu niet echt de beste loot nu vanwege die rotkaart. Maar even kijken hoe ver ze zitten. Ik hoor net de snipers. Voordat ik doorloop. Kijk, daar zitten er 2. Kijken wat daar gaat gebeuren. Kijken wie er wint. Die wint. Natuurlijk zie ik alles mis. Fijn. Natuurlijk zie ik dat ook mis. Ook helemaal mooi. Huh? Wat is dit nou? Wat is dit? Huh? Lekker pellen, goed. Hallo. Wees even lekker naar beneden dan, jongen. Woep.
Dat deed dus echt helemaal geen damage. Oké, ik heb nog wel 50 kogels, dus op zich. We kunnen... Oh. Mijn aim is echt helemaal naar de getver. Oké, we kunnen op zich wel even omlopen. Of we pakken even een loungebedje. Ik denk een loungebedje. Oh, deze gast, dit is echt de zweet. Dit is echt zweet gewoon. Dit is echt zo'n zweetjochie. Juppa! Lekker man. Ah, de gouden scar. Zo, deze gozer. Daarom zit hij zo te zweten. Hij had gewoon een lekker... Oh, nog meer zweetjes. Hoppa. Perfect. Ghost Ninja. We got him. Ba-ba-ba-da. En er is de loot. Lekker. Je hebt helemaal niks aan. Want het zijn meestal alleen maar shields. Waar niks aan. Kogeltjes en RPG-kogeltjes kunnen er ook bij. Medkits heb ik niet nodig. Ik kan op zich... AR en een shotgun kan op zich wel. We kunnen op zich wel die chuck splashes meenemen. Ja, laten we dat maar doen. Oké, nog 27 mensen over. Wij hebben helaas geen... loungepad gekregen. Oké, laten we gaan naar de volgende gasten. Ik heb 3 kills. Hey, als ik dit potje al win, hè. Als ik dit potje al win, zou het top zijn. De kans is klein. De kans is heel groot dat ik hier heel lang over ga doen. De hele dag. Hier moet het ergens zijn. Oh, kijk, daar is één. Kijk, kijk, kijk. Ga maar looten, jongen. Ga maar looten. Dat is fake 36, 3 keer 36, 4 keer 36. Hij heeft een RPG, dus ga dit maar toespelen. Spellen. Wordt leuk. Woep! Had hij geen RPG? Volgens mij had hij een RPG. Daarom, ik deed iets voorzichtiger vanwege die RPG. Oké, top. Dat is weer een kill erbij. Daar heb ik volgens mij wel geluk mee gehad. Volgens mij was hij niet zo slecht. Is dit... dit is gewoon de burst. Ik dacht dat het de Ocean Rifle was. Willen we deze houden? Ja, ga ik hier kills mee pakken? Ik weet het niet, man. We gaan het gewoon proberen. Ik denk het niet. Ik denk dat ik beter voor een RPG kan gaan. Ja, maar dan. Ik gebruik die grenade launcher ook te weinig. Oké, dat was weer wat MO. Even kijken of we wat kunnen doen. Ik zie daar iemand gliden, maar die ga ik natuurlijk voor langzaam zijn leven nooit kunnen raken. Ik zie hem niet eens, joh. Oké, render distance, lekker bezig. Nu kunnen mensen mij natuurlijk weten waar ik ben. Die heeft er zin in. Dat klopt best dichtbij. Ja, of een drop. Of hier is een snipertje. Ergens. Je moet ergens hierin. In het hok. Nee. Daar. Ja, nerd. Nerd! Ja, lekker dan. Oh, ik ga veel te ver. 27, doe dat 27? Hallo, hé. Woep! Nee, sorry. Even reloaden. Maar laat me even reloaden, jongen. Oh. Sorry. Maar de cirkel komt eraan, jongen. Drie keer 53. Hey, lekker bezig, man. Goed gedaan voor jou. Dit gaat wel wat damage kosten, maar jammer dan. Ik wil gewoon die kogeltjes. Al die sappige kogeltjes. Helaas geen RPG-kogels, volgens mij. Of dit heb ik laten liggen daar. Jammer dan. Huh, niet te veel damage pakken, kom op. Goed. Oké, wat nu slim is, is een campfire opzoeken. Of een medkit vinden. Of die guy pushen. Hij heeft ook een RPG. Ook heel fijn weer. Dat is heel prettig om te weten. Ja, het is geen arena. Anders had ik hem wel opgeschoten. Want dan, als je de kill pakt, krijg je levens. Maar ja, nu heeft het niet zoveel zin. Oké, iemand is SMG. Ik hoor een shotgun, dus die zijn nog bezig. Dus als ik nu ga schieten, dan... Ja, oké, hij is dood. Lekker dan. Oké, hij is heel low. Top, die gaan meteen pushen. Doei. En wanneer je kloppergun komt er ook nog aan. Mijn rug. Ik heb niet veel levens trouwens. Goed hoor. Oh. Ah, weet je wat? Zoek het maar uit. Hier zijn het er echt te veel. Zitten er 3 en zit er ook nog 1 achter mij. Nou, hij gaat zo bewegen hoor. Let maar op. Oeh, er komt nog een snipertje van rechts.
In dat koontje zit ook nog iemand. Lekker gekoond weer, jongens. We hebben er zin in. Dat waren grenades. Er moet toch nog iemand vandaan komen? Of is hij gelaunchpad? Dan heb ik het gewoon niet gezien. Dan zat die boom ervoor. Nee. Er komt nog iemand koekeloeren. Ah, die komt voor mijn neus straks. Komt hij. Ja, die hou ik daar ook. Ja, nee, dat gaat niet worden, jongen. Dat gaat niet worden. Ik ga je helemaal de get voor in sprayen. Nah, je mag ook dood, hoor. Ah, gadverdamme, er zit iemand in mijn rug, toch? Ah, nu heeft hij weer leven. Is hij nog steeds daar? Ja. Oh, kom maar. Wat is dit? Woep, er zin in. Waar zit hij dan? Wat? Woep! Wat? Ja. Nee, maar niemand, mezelf. Nee. Ja, dus kom ik uit op iemand anders. Ga je toch niet menen dit. Jongens, kan iemand even daar beschieten? Dankjewel. Woep! Ja, lekker voor je. Vieze pusher. Ik ga het sowieso niet overleven. Uiteindelijk. Is hier toch nog even iemand aan het lopen de hele tijd, jongen? Ja, waar zit je dan, jongen? Binnen irritant aan het doen. Oké, okay, hij gaat... ik heb een idee. Ik ga mijn dingen gebruiken, uiteindelijk. Dat is lekker. Want er zijn er vier nog, dus... We moeten daar uiteindelijk naartoe, jongen. Waar ga je, hoe ga je dat fixen? Ik heb vier loungepads. Ik zou hem kunnen meenemen, maar ik kan ook mijn grenade. Ik kan hem gewoon meenemen. Wacht, prima. Ik ga daar gewoon in, joh. Jammer dan. Ja, man. Lekker, man. En heb ik hier nu gewoon best wel een goede positie om uiteindelijk die gasten te schieten. Die dood is trouwens. Oké. Okay. Hoor je wel, ik zie je niet, jongen. En ik heb nog launchpads voor deze. Alleen geen healing. Ja. Niet dat dit wijsheid is, maar... Kom op, pak het alsjeblieft top. Push me niet. Push me niet. Lekker bezig, man. Ga zo door. Goed gedaan. GG. Maar waar schiet jij op? Ik snap dit niet. Ga ik gewoon dit winnen? Ga ik dit winnen? Het eerste potje. Kan ik ze gewoon... Oh, kan ik ze anders gewoon in het ding, in het ding gooien? Gunk! En dan krijgt hij damage, toch? Dat was helemaal daar. Ja, eentje dood. Was lost in de storm. Krijg ik geen kill? Lekker, man. Ik zeg fraude. Dit kan echt niet. Ja, dag. Waar ben jij dan? Waar ben jij dan? Waar ben je dan, jochie? Ik word helemaal nerveus hiervan. Ga vallen, alsjeblieft. Ga vallen. En ga. Uiteindelijk. Ja, waar is hij nu? Ik zie hem niet meer. Hij is lost in de storm. Nee. Oeh, dat ding niet goed.
Ga ik gewoon eerst potje winnen? Ga ik gewoon eerst potje winnen? Kom dan, jongen! Oeh, ik ga eerst potje winnen. Deze opnames duren. Ik had eigenlijk een dag voor deze opnames uitgestippeld. Ja, eerst potje. Dit kan echt niet. Ik dacht, dit gaat zeker 10 potjes duren. Oh, lekker dit. Oh, ik heb letterlijk 4 uur vrijgehouden voor deze opnames. Ik win. Top. Nou, dat wordt dan chillings. Ik kan lekker buiten chillen. Oké, top. Lekker dan. Oké, lekker bezig. Hey. Ik word ook steeds beter. Ik weet niet of jullie het merken. Er zitten nog wel een paar foutjes in. En doorswitchen soms van wapens gaan niet goed. Vooral dat is mijn fout. En ik word steeds beter, jongens. Vonden jullie een leuke video? Vergeet dan zeker dat te belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer in een andere video. En later.